Ja, meneer met de baard. Kijk, kijk. Ja, hoe vaak heeft die meneer die naar het concert staan kijken en stiekem gitaar spelen? Ja, Toon Epping, je mag vanavond voor het Almeloze publiek optreden. Is dat anders dan anders? Eigenlijk niet wezenlijk, maar het is wel mooi om heel veel bekende gezichten te zien natuurlijk. En, het is niet voor het eerst dat we in Almelo spelen uiteraard. Maar ja, het is altijd wel heel gezellig, dat moet ik toch eerlijk zeggen. Ja, dat is wel mooi. Ja. En is er nou voor jou veel veranderd sinds je meegedaan hebt aan Tribute Battle of the Bands? Ja, het is wel veel veranderd. Het is wel echt wel... De boel is wel geëxplodeerd, zeg maar. Het aantal optredens is echt gigantisch en een grote zaal en alles uitverkocht. En ja, ik kan niet anders zeggen. En ben je dan echt elke avond op pad? Ja, niet elke avond, maar wel bijna. Het is wel 4-5 keer in de week momenteel en soms wat ook meerdere op een dag. En dat is echt een gekkenhuis. Ja. En wat is jouw geheim om dat vol te houden? Ja, ik heb geen geheim. Ik doe het gewoon. Ja, het is niet anders. Wat ik altijd zeg, ik doe er niks voor, ik laat er niks voor. Het gaat gewoon prima. Ja. Het is gewoon cool with the flow. Ja, misschien heb ik er ook wel geluk mee hoor. Dat ik, mijn stem die trekt het allemaal wel en ik heb er nooit last van eigenlijk. Dus ja, nou ja. En welke nummers gaan jullie vanavond spelen? Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen, maar de geëikte CCR hits uiteraard met een paar... muzikale leuke uitstapjes links en rechts, ja. Dus de mensen kunnen zich wel lekker vermaken hier vanavond? Ja, dat komt wel goed, ja. Dat denk ik wel. Dankjewel. Ja, bedankt.